Laat me u vertellen over de tragedie van Evropa. Laat me u vertellen over de broedertwist tussen Vladimir en Volodymyr. In het eerste deel vertelde ik u over het leven in de historische vestingstad Evropa. Buiten de oude stad en de gemeente Mündel had men nieuwe volkswijken gebouwd in een landschap met vruchtbare landbouwgrond, bossen en grote meren. Aan de oostzijde van de vestingsstad lagen de percelen van de familie Slavak. Na het pensioen van vader Michael en zijn broer Boris de Drinker, bewoonde zijn oudste zoon Vladimir het grote klassieke huis op de heuvel tegen de stadsmuur. Direct aan de andere kant over de gracht lagen de boeren schuren van de familie Slavak met daarachter een immense tuin waar Vladimir en zijn familie van alles verbouwden. Verder was er een groot bosgebied voor brandhout. De landerijen en bosgebieden van de Slavaks liepen helemaal door tot aan het grote meer. Bijna iedereen in de gemeente kocht stookhout en vele aat uit de tuin van de Slavaks. Vladimir verkocht alles voor lage prijs, want hij wilde graag vrienden zijn met de Westburgers in de oude stadskern. Maar de Westburgers vertrouwden Vladimir niet. Hij had zoveel landbouwgrond en bosgrond en ze vreesden het buskruid in zijn kelder. Vladimir werd daarom altijd gewantrouwd en gepest. In de stadskrant stonden iedere dag wel roddels en lelijke beschuldigingen over Vladimir waar hij zich niet tegen kon verdedigen. Hij zou bijvoorbeeld de verkiezingen op het perceel van Uncle Joe gemanipuleerd hebben. Eigenlijk was er nooit bewijs, maar Vladimir was nu eenmaal de boze man van de stad. Op de stadsradio werd hij door de Vladimir-pesters, die zichzelf slavisch deskundigen noemden, vaak belachelijk gemaakt. Soms werd Vladimir boos en gefrustreerd, maar steeds weer probeerde hij vrienden te worden met de Westburgers en uitgenodigd te worden in de diverse clubs en ontmoetingsplaatsen van de oude stad. Uncle Joe was traditioneel de grootste vijand van de familie Slavak. Vader Michal had ooit vriendschap met hem gesloten, maar ja, dat was alweer dertig jaar geleden. Uncle Joe speelde sindsdien zijn eigen spel. en sloot een strategische vriendschap met Vladimir's halfbroer Volodymyr, en hij kwam daar de laatste tijd vaak op bezoek. Eigenlijk wist niemand precies wat ze samen in hun schild voerden. Unkel Joe regelde voor Volodymyr allerlei schimmige zaken en beloofde hem gouden berg. Onkel Joe verbouwde verboden drugs in Volodymyrs tuin en zette zijn hele kelder vol met wapens. Joe had Volodymyr namelijk verteld dat hij die ooit nodig zou hebben tegen zijn halfbroer Vladimir. Volodymyr was arm en corrupt, maar dacht dat alles beter zou gaan als hij bij Schietclub Atlantis en in de oude Staatsraad mocht komen. Daar kwamen nog bij dat Vladimir's zonen twee huisjes hadden in de tuin waar Volodymyr de baas speelde. Hij deed of hij daar de exclusieve rechten had en de zonen zich maar aan zijn regels moesten aanpassen. Steeds meer burgers uit het Slavisch kwartier werden lid van Atlantis en de oude stad kwam steeds meer onder invloed van de Stadsraad, waar Ursula de voorzitter was, en van Enkel Jo. Maar toen deze niet alleen de burgers van het Slavische kwartier, maar ook Vladimir's directe familieleden, lid probeerde te maken van Atlantis, groeide er wantrouw. Vladimir had wel eens in een stadsoverleg op het oude raadhuis gezegd. Wij allen zijn kinderen van de oude stad van Europa. Europa loopt van het meer van Atlantis helemaal tot aan het grote meer. En we hoeven toch geen vrienden te zijn, maar waarom zouden we vijanden zijn? Men hoorde hem wel, maar men lachte hem achter zijn rug uit. De Slavakzonen van Vladimir. Woonde op het perceel van Volodymyr en dat ontplofte in een ware buurtoorlog. Met name toen Volodymyr zijn neven verbood het Slavaks als officiële taal te gebruiken. Vladimir had de laatste jaren steeds geprobeerd de zaken binnen de Slavakfamilie tussen zijn zoons en halfbroer te regelen, maar steeds als het beter ging, kwam Unkel Joe gifstrooien met alle handen aanbiedingen. Enkel Joe en zijn vrienden probeerden iedereen lid te maken van schietvereniging Atlantis. Ze probeerden Volodymyr bergen te beloven en hij was arm en wilde maar wat graag. Op een dag besloot hij de orthodoxe kapel van de Slavak's niet meer te bezoeken en in zijn tuin zijn eigen kapel te beginnen. Vladimir kwam steeds meer alleen te staan en op een dag ging het mis. De beide halfbroers kwamen in een gewelddadig conflict over de nalatenschap van hun vader. We verdelen het huis en mijn zonen hebben ook recht op hun eigen stuk tuin, zei Vladimir. En op een dag kwam hij bij Volodymyr aan de deur en het liep verschrikkelijk uit de hand. De families van Vladimir en Volodymyr vlogen elkaar in de haren, sloegen elkaar en vernielden alles, de tuin en de huisraad. De hele stad begon zich ermee te bemoeien. Het gilde van stadsoomroepers was het gauw eens. Vladimir was de schuldige en Volodymyr werd tot verzetsheld gemaakt. De bekende Vladimir-pesters haalden hun gelijk. We hebben het altijd al voorspeld. Maar hadden ze niet gewoon hun eigen zelffulfilling prophecy gerealiseerd? Men belegde een grote vergadering in het Oude Raadhuis over strafmaatregelen tegen Vladimir. De bestuurders van de Oude Stadsraad stonden als één man op. Geef Volodymyr wapens, geef ze musketten, kruisbogen, zwaarden, degens, knotsen, goedendags, katapulten, geef ze pistolen en kanonnen. Boris de bankier ging bij Volodymyr op bezoek en leverde een serie van de nieuwste kruisbogen en knotsen. Mark van het handelsbedrijf zond hem direct een serie handbogen met pijlen en zelfs de pacifistische familie German greep naar de wapens. Uncle Joe dacht groot en wilde direct een compleet kanon de oude stad inslepen en richt op het huis van Vladimir. Alleen in Im Manuel. Geen bij Vladimir op bezoek. Maar ja, die zei: Je ziet toch wat voor onbetrouwbare vrienden je bij Atlantis hebt. De bestuurders van de Stadsraad onder voorzitterschap van Ursula beslisten dat iedereen zijn wapens uit de kelders moest halen en moest richten op het woon- en werkcomplex van Vladimir, en dat men nieuwe wapens naar Volodymyr moest brengen. Vladimir Waarschuwde dat hij alle wapens in de tuin op, op de terreinen van Volodymyr direct zou vernietigen. Weg met jullie wapens, want ik heb buskruid in de kelder, zei hij dreigend. Iedereen wist dat hij met zijn buskruid het hele stadsplein op kon blazen. Sterker, hij kon het de hele stad ermee wegvagen. Xie, Boris en Emmanuel hadden ook buskruid. Hun cultio. Had er zelfs een hele kelder mee volstaan. De hele gemeente wist dat wel, maar de code was toch: je had het, maar je sprak er niet over. En je dreigde er zeker niet mee. Iedereen begreep nu wel dat Vladimir heel erg boos was geworden, maar bijna niemand ging echt het gesprek met hem aan. De Westburgers wilden niet spreken of onderhandelen met de Slavak-familie. Ze riepen dat Vladimir een killer was. En dat was natuurlijk wel erg schijnheilig, want de Westburgers trokken geregeld dorpen binnen in de gemeente Mundo. En eh, om met hun knotsen en goede dags en zelfs met hun pistolen en kanonnen veroorzaakten ze bloedbaden en vernielden dan alle huizen en gebouwen. En ze lieten dan hun stadsomroepers rondtoeteren dat ze dat deden om de vrijheid, de democratie en het internationaal recht. Het was allemaal... De pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet. Maar ze strafte Vladimir hardvochtig. Jij mag niet meer komen op onze clubs en je mag ook niets meer kopen in onze winkels. En de zeilboten zuil, van de vrienden die nemen we in beslag. Vladimir keek in de hing terug en bromde dat die rijke zeilbootbezitters zijn vrienden niet waren, maar dat de inbeslagname illegaal in diefstal was. Maar wat kon hij doen? Hij stelde dat zijn stadsgenoten onvriendelijk waren. En dat waren ze natuurlijk ook. Eigenlijk waren ze gewoon vijandig, maar Vladimir wilde niet onnodig escaleren. Hij noemde de burgers uit Europa daarom onvriendelijk. Als ik niet meer bij jullie mag kopen, dan wil ik jullie geld ook niet. Ik wil geen Uncle Joe geld meer. Als jullie mijn brandhout willen. Dan moet je maar in mijn geld betalen. De Westburgers keken daarvan vreemd op. Dit was niet helemaal hun plan. Zo kon Vladimir zich onttrekken aan hun strafmaatregelen. Het was ook een gevaar voor de langere termijn. De belangrijkste handel in de gemeente ging met Unkel Joe geld. En wat zou er gebeuren als de dorpsbewoners van Mundo zijn geld niet meer wilden? Jouw geld, Vladimir. Ben je gek? Dan helpen we jou juist in plaats van jou te straffen voor het annexeren van de tuin van Volodymyr. Dat doen we niet. Goed, zei Vladimir Koel. Als jullie mij niet in mijn geld betalen, dan verkoop ik niets. Dan koop je het stookhout, de zonnebloemolie en de aardappelen met groenten, maar ergens anders. De burgers dreigden toen dat ze niets meer wilden kopen. Maar ja, zover gingen ze niet. Want dan was er in ieder geval veel te weinig stookhout om hun huizen te verwarmen en hun werkplaatsen te laten functioneren. Vladimir had namelijk goed stookhout tegen lage prijs. En één voor één begonnen ze, unkel Joe geld, te ruilen tegen Slavak geld. En bleven stookhout koop. Nou ja, een paar burgers weigerden. Mark he, van het koerisbedrijf blufte dat hij nog wel wat stookhout in zijn eigen tuin had en anders wel wat kon regelen. Desnoods zou hij met zijn familie en zijn personeel in de kou gaan zitten. Hij riep: "Volodymyrs oorlog is onze oorlog. Zijn personeel en familie zwegen en dachten: hoe moet dit aflopen? Vladimir lachte minzaam. De prijs van stookhout, aardappelen en groente was ondertussen fors gestegen, dus hij verdiende aan de strafmaatregelen tegen hem. Daarbij verkocht hij nog steeds goed in de volksbuurt. Daar woonden mensen die zich niet wilden bemoeien met de familieruzie. Vladimir had goede relaties in Mundo. De mensen uit de volksbuurt hielden niet van de arrogante burgerij uit de oude stad. En vroeger waren ze koloniën geweest en werden ze vanuit de oude stad bestuurd. Dat was sinds de grote stadsoorlog van 75 jaar geleden wel beter geworden. Maar de burgers in de volksbuurten waren op allerlei gebieden toch nog afhankelijk en fors minder welvarend. Vladimir heeft ons altijd goed behandeld. Wij hebben geen problemen met hem. Hij leverde altijd prima stookhout en goede granen voor een lage prijs. Eigenlijk sprak. Niemand uit de oude stad met Vladimir. Hij werd gemeden en gemantrouwd. Nou ja, de secretaris van het gemeentebestuur was wel op bezoek geweest. Vladimir had gezegd dat Volodymyr foute vrienden heeft en voortdurend ruzie met Vladimir's zonen had gemaakt. En de beide zoons wilden na acht jaar ruzie met hun oom een boedel scheiding van perceel en huis. Ze wilde hun eigen erf en een deel van de tuin waar Volodymyr de basis speelde, afscheiden. De gemeentesecretaris wees erop dat het perceel was toegewezen aan Volodymyr, waar Vladimir antwoordde dat zijn zoons, dat volgens de contractuele afspraken, eh, toch recht hadden op zelfbeschikking. Hij stelde voor dat. De mensen die woonden op de percelen en grotendeels Slavaks spraken, zouden stemmen over de boedelscheiding. De burgers uit Europa hadden toch altijd hun mond vol over democratie? Nou, laten we dat het personeel democratisch laten besluiten. Een van de weinigen in Europa die nog op goede voet stond met zowel Vladimir als Volodymyr was Recep. Recep had een perceel, vlak buiten de vesting, naast de landerijen van de familie Slavak. En daarbij was een van de oude torens op de stadsmuur Recep's eigendom, en daar had hij een klein souvenirwinkeltje. Hij had de halfboers al diverse keren uitgenodigd om in de oude tuin te komen praten en een overeenkomst te sluiten. Maar dat was tot zover nog niet gelukt. Vladimir's rentmeester had tegen de stadsomroepers gezegd dat de Westburgers geen overeenkomst wilden. De strijd tussen Vladimir en Volodymyr duur, duur, duurde maar voort. Hoe had het toch zo uit de hand kunnen lopen? Lag het nu allemaal echt aan Vladimir of speelde er veel meer? En waarom steunde zijn personeel en zijn relaties in de oude Volkswijken hem dan wel? Waarom was Europa eigenlijk zo eenzijdig deel geworden van deze oorlog? Waarom zaten ze niet met z'n allen in de oude vestingtoren van Recep? Was enkel Sam wel een beschermheer of zorgde zijn schietclub Atlantis steeds weer voor nieuwe vijandschap? Het was ondertussen zomer geworden. De burgers gingen op vakantie naar de meren en bossen rond de stad, maar soms maakten ze zich zorgen over de toekomst. De prijzen in de winkels stegen, het stookhout raakte op en de stadsraad verspreidde oorlogstaal en wilde steeds meer nieuwe wapens kopen. De gewone burgers verlangden terug naar de tijd dat alles nog goed ging in Europa. En wat zou de toekomst brengen? De burgers wisten het niet en uw verteller weet het ook niet zeker. Sprookjes moeten goed aflopen en hoop geven. Waarom kwam de gemeenteraad niet met een vredesinitiatief? Waarom wilden de Westburgers niet dat de familie en het personeel in de betwiste tuin zelf konden besluiten? Of ze bij het landgoed van Vladimir of dat van Volodymyr wilden horen? De strijd zou toch pas stoppen bij een compromis over de herverdeling van de percelen en de tuinen. Dan zouden de stadsburgers de wapens kunnen opbergen en zich met elkaar verzoenen in een groot stadsfeest. En iedereen zou weer stookhout en aardappelen met groente van Vladimir kunnen kopen tegen lage prijs en ophouden met hem te pesten. En dan leefden ze allemaal nog lang en gelukkig. Ja, zo gaat het in sprookjes. Maar ach, wanneer worden de sprookjes werkelijkheid?